Het blijft prioriteit van de VHP om te werken aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. De vele verworvenheden van de partij zijn daar een goed voorbeeld van en een goed fundament voor de toekomst. Hiermee benadrukte president Chandrika Prasad Santokhi in zijn hoedanigheid als voorzitter van de VHP gisteren het belang van samenwerken aan de opbouw van Suriname tijdens de dankdienst van de partij in verband met haar 75-jarig bestaan. Ondanks enkele zaken die door de relevante autoriteiten moeten worden aangepakt, is de regering goed bezig met het zetten van stappen in de richting van herstel voor ons land, meent het staatshoofd. De missie van de VHP blijft fundamenteel in ons politiek denken en handelen. Een missie al 75 jaar lang waarin we cruciale hervormingen hebben doorgevoerd. Laten we stilstaan bij het feit dat we de financiële en bestuurlijke ellende hebben omgedraaid. Ja, van een negatieve economische groei van ongeveer min 15% naar een positieve groei van plus 2% in slechts 3 jaren tijd. Dat is een prestatie van formaat waar we misschien te gemakkelijk overheen lopen. Laten we daarbij even stilstaan wat dat betekent en met welke inspanning dat allemaal gepaard gegaan is. Ondanks de economische hervorming en schuldherschikking spreekt het staatshoofd van een zware aflossing van overgenomen staatsschulden. De positieve kant hiervan is dat de komende generatie zich niet meer zal hoeven te buigen over mogelijke schulden. Maar één ding staat duidelijk. De generatie die na ons komt, onze kinderen en kindskinderen, die gaan niet verder door het leven met zo'n zware schuldenlast. We hebben het voor hun gedaan. Mijn mensen, we roken ook jatra generatie toe. Natuurlijk lost dit probleem op voor nu, maar tegelijkertijd moeten we werken voor de volgende generatie. We moeten werken voor een betere toekomst. Het staatshoofd besloot met de oproep aan elke burger om het nationaal belang voorop te stellen en te werken aan het verbeteren van Suriname. De avond werd afgesloten met verschillende optredens.